Ja, bij mij staat de aanvoerder van uh, jong FC Groningen. Veel supporters van FC Groningen ken je jou nog niet. Dus ik zou zeggen, stel je maar eens voor. Nou ja, ik ben uh, Kelly van der Kaap. Ik uh, ben 19 jaar. Ik, uh, ik heb hiervoor uh, bij de amateurs van Hakkemanse Boys gespeeld, één seizoen. En daarvoor heb ik, ik denk zes of zeven seizoenen bij Bikwik in Groningen gespeeld, de amateurs. En uh, ja, nu speel ik hier bij Groningen. En je bent dan echt een Groninger of? Ja, ik kom uit Marem. Ik uh, woon mijn hele leven in Marem. Dus uh, ik kan wel stellen dat ik een echte Groninger ben. Ja. Ja, maar dat is dan leuk, een echte Groningen die zo uh, in, in ja. de jong Groningen speelt. Ja, precies, want als klein jongetje kwam ik wel vaak in de Euroborg. Dus uh, dat is wel mooi dat je dan uh, nu heel dichtbij bent uh, bij de Euroborg. Uh, dat je er zelf staat, dat is wel mooi. Ja, je hebt in het seizoen bij Herkenmaa's Boys gespeeld, dus ook tegen Jong heeft je Groningen gespeeld. Ja, klopt. Ik heb uh, twee keer gespeeld, twee keer gewonnen. En uh, ik, speelde, ik maakte een goede indruk, uh, die twee wedstrijden. En, uh, oh, ja, en, uh, dat is ook een van de redenen dat Alfons Arts en de technische staf gehaald hebben. Ja, ik wou eens zeggen, wie heeft je echt gehaald hier naar Groningen? echt Alfons Arts of? Nou ja, die, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij was, was allebei de wedstrijd erbij. Dus die heeft wel natuurlijk een indruk van mij. En uh, ik heb Ron Jans ook een paar keer bij ons uh, op de tribune zien uh, kijken. Dus ik denk, ja, zij twee, dat zij dat uh, een beetje hebben gedaan. Geen spijt van de overgang op het moment? Nee, tot nu toe niet. En ik denk ook niet dat het spijt komt. Maar nee, ik ben echt op mijn plek. Dus, uh... ja, ik wou net zeggen, maar je ontwikkelt je geweldig, hè? Klopt, ja, ja, maar dat mag ook wel. We trainen vijf, zes keer in de week, zeven keer. Dus uh, als je dan elke training goed je best doet, dan denk ik dat de ontwikkeling wel vanzelfsprekend is. Het is toch heel veel verschil met zo mooi Boys qua training en in, intensiteit en zo? Ja, natuurlijk wel. Ja, zeker. Het idee is natuurlijk allemaal wel hetzelfde. Alleen, ja, het is hier een paar tempeltjes hoger. Het is uh, veel intensiever. Maar dat weet ik van, dat wist ik van tevoren. Daar heb ik me ook goed op ingesteld. En ik denk uh, dat die stap voor mij daarom wel uh, te doen is tot nu toe. En ik denk ook dat het zo blijft. Wat zijn de specifieke kwaliteiten van jou? Vind je zelf? Nou ja, ik ben wel een uh, fysieke verdediger. Dat is, uh, daar begint het verdedigen ook bij. Ik bedoel, ik uh, kan veel duels winnen één op één. Luchtduels uh, ben ik ook sterk En Daar begint het sowieso bij. En, uh, ik heb altijd wel een drang naar voren, zeg maar. Ik uh, wil ook wel uh, opbouwen, zeg maar. Ja. Ik ben ook vroeger wel vaak middenvelder geweest. Dus ik heb dat altijd wel uh, in, me, in me zitten. Ja. En dan vandaag tegen VVOG? Een tegenstander waar je van tevoren denkt: van, dat wordt een hele zware pot. En jullie spelen ze compleet van de mat. Ja klopt, ik denk 70 minuten hebben, waren we echt gewoon dominant, we waren gewoon heer en meester. Alleen uh, dan maak je het zelf nog wel een beetje onnodig lastig als jij, uh, we lopen iets te ver achteruit en uh, dan gaat het ook een beetje bij ons in, tussen de oren zitten. En dan krijgen, krijgen zij natuurlijk weer iets meer vertrouwen. Alleen uh, nou ja, we hebben het uh, wel goed gedaan. Als je wint dan uh, is het altijd terecht denk ik. Dus ja... Uh, yeah. Het enige wat er jullie kunnen verwijten en eigenlijk vandaag te weinig doelpunten gemaakt. Jazeker, we hebben wel 300-400% uh, drie, drie, kansen gehad. Dus achteraf natuurlijk wel makkelijk praten. Alleen uh, voor hetzelfde geld schiet VVOG er wel een in. Dan sta je 1-1 uh, en dan. Uh... Dan, dan, denk, dan is het nog zuurder dat je die kans niet afmaakt, maar die moeten er zeker in. Die kans was er wel, hè? Die ene vrije trap, dat was toch kilo kilo hè? Ja, zeker. Net tien minuten voor tijd. Ja, dat ging net goed natuurlijk, maar ja, mogen ook niet klagen. Het is, uh, het is gebeurd. Maar het moet wel beter volgende keer natuurlijk, dat zeker. En uh, gestegen naar plek 4: een aantal wedstrijden je al ongeslagen. Ja, gaat lekker, hè? Ja, klopt. Ik uh, las het plek 4. En uh, natuurlijk, we hebben ook van tevoren gewoon gezegd, we willen zo hoog mogelijk uh, eindigen als dat nou... Promotie is of kampioenschap, dat weten we niet. Maar uh, ja, als, als jij een belofte elftal bent als Groningen moet je altijd uh, voor het kampioenschap gaan, denk ik.